Job Knoester, 3-0 verliezen, zuur. Zeker, heel zuur. Ja, had meer ingezeten denk ik. Eerste goal werd afgekeurd. Erg jammer, volgens mij was het geen buitenspel. Maar ja, daar mag je alsnog niet op verliezen. Tweede helft creëren we nog een goede kans. Die gaat er dan net niet in en dan krijg je hem tegen. Heel zuur. Het duurde even voordat jullie in de wedstrijd kwamen. Eerste half uur. Was het een lastige tegenstander? Voor mijn gevoel was het stug, maar bij ons ontbrak het volgens mij een beetje aan lef. Echt overtuiging. Tenminste, dat is mijn gevoel. En ik denk ja, inderdaad dat we de eerste half uur iets meer lef hadden mogen tonen en iets meer initiatief. Ja. In de tweede helft komen jullie heel anders het veld op en dan begint toch een beetje hoop te geloren. Klopt, ja, we kregen een goede kans met Stefan de Hoorder en Jeffrey Beukelt volgens mij. Maar die bleef net verkeerd hangen en ging er niet in. Ja, dat is zonde, maar ik denk dat we te weinig door hebben gedrukt vanaf dat moment. En toen kregen we hem tegen en gingen de kopjes een beetje hangen. En, ja, vervelend. Ja, want dan knakte wat hè, als die 2-0 valt. Ja, dan knakte wel wat. Ik denk dat we alsnog uiteindelijk wel ons best hebben gedaan om het om te keren. Maar nee, dat zat er niet in. Nee. En nu is het 3 wedstrijden vrijheid voetballen, want je kunt niks meer winnen en je kunt niks meer verliezen. Nee, precies. Aan de ene kant is dat misschien goed voor ons. Kunnen we verder met dit team, want heel veel die blijven volgend jaar. Dus kunnen we daar verder op bouwen. Maar ja, het is doodzonde natuurlijk. Had meer ingezeten denk ik dit jaar. Je stond vandaag op middenveld. Het hele seizoen heb je centraal achterin gespeeld. Is dat jouw positie? Centraal achterin heb ik eigenlijk altijd gespeeld. Ik heb af en toe wel eens op middenveld gespeeld. Vroeger bij ARC en bij Feyenoord ook wel eens. Maar ik vind het hier lekker op 8. Ik ben vrij, ik kan mijn ding doen. Dus het bevalt me wel. Dit was weer je eerste seizoen bij ARC. Hoe kijk je daarop terug? Goed, want mijn insteek was eigenlijk om gewoon fit te blijven. Nou, dat is gelukt. En sportief had ik wel op meer gehoopt, maar dan volgend jaar maar. Nog een klein opstootje met de scheidsrechter in de eerste helft, hè? Ja, ik was het niet helemaal met hem eens, maar dat kan gebeuren. Niet met jou. Ja, klopt. Ja. En dan 3 wedstrijden uitspelen en dan op naar volgend seizoen, anders kan ik er niks van maken. Klopt. Ja, we gaan er weer voor.